Bij het bekijken van de schilderijen van Fernando Botero kan je het over veel aspecten hebben. Over zijn naïeve, vrolijke stijl, over zijn voorkeur voor het dagelijks leven. Het religieuze werk De Non is een mooi voorbeeld van Botero's weelderige stijl. Groot, waardoor zijn kunst, net als het volksvermaak, velen aantrekt. De kunstenaar groeide op in de provinciestad Medellín. Zijn drijfveer was het mengen van Italiaanse tradities met die van de Mexicaanse muralisten en de pre-Columbiaanse kunst. En dit tot een geheel eigen stijl om uitdrukking te geven aan de Latijns-Amerikaanse ziel. Het werk bevat interessante knipoogjes naar religieuze symboliek, die we bij tal van oude meesters eveneens terugvinden. Zo houdt De Non in de linkerhand de witte bloem, hoogstwaarschijnlijk gaat het hier om een lelie, die symbool staat voor Maria's maagdelijkheid en onbevlekte ontvangenis. Deze bloem zien we onder meer ook opduiken in voorstellingen van de Annunciatie bij de oude meesters. Rechts bovenaan is rond de tak van een boom een slang gekronkeld. Het is ongetwijfeld de slang die ook Eva voorziet van de appel en die ze op haar beurt zal aanbieden aan Adam. De tak verwijst dan weer naar de boom der kennis van goed en kwaad, die wordt geassocieerd met de zondeval.